Dames en heren. In ons stadsarchief zijn notariële akten bewaard van rijke Amsterdamse bestuurders en kooplieden uit de 18e eeuw. Een paar jaar geleden werd mij daar een akte voorgelezen van een koopman die destijds op de terugweg van Suriname naar Nederland stierf. En dit had hij bij zich. 2 zilveren horloges, een blik chocolade, boeken, tafelkleden, een bed en een zwarte slavenjongen met een rokbroek, sjaaltje en rood mutsje. Als de misdaden te groot zijn, als ze nauwelijks te bevatten zijn in hun gruwelijkheid, kan een bijna terloops detail, een klein fragment, de poort openen naar onze menselijkheid. Een naamloos jongetje, een rode muts, zonder ouders of familie, alleen en waarschijnlijk doodsbang. Tegelijk kan geen fragment of detail de misdaad tegen de menselijkheid die de slavernij was, verzachten. Tussen 1500 en 1880 vielen tenminste 12,5 miljoen mensen aan de transatlantische slavenhandel ten prooi. Ze werden uit hun huizen gesleurd, families werden uiteengereten, hun vrijheid werd vermorzeld. Mensen werden beroofd van hun familienamen, van hun geschiedenis, hun identiteit. Ze werden vernederd, geslagen, vermoord. Hoeveel tot slaafgemaakte het leven lieten door uitputting en geweld, weten we niet. Wel weten we dat ongeveer 2 miljoen mensen die in Afrika werden ingescheept, de reis niet overleefden. De provincie Holland was een grote speler in de handel en uitbuiting van tot slaafgemaakte. In de 18e eeuw kwam 40% van de economische groei voort uit slavernij. En in Amsterdam verdiende bijna iedereen aan de kolonie Suriname. Het stadsbestuur, dat mede-eigenaar en bestuurder van de kolonie was, voorop. Bovendien, als economische grootmacht hadden stadsregenten zitting in het bestuur van de West-Indische en Verenigde Oost-Indische Compagnie. Kooplieden bevoeren de zeeën, verhandelden specerijen even gemakkelijk als tot slaafgemaakte mensen. De schepen in onze havens, de pakhuizen lagen vol met goederen, goederen van ver. Grachtenhuizen werden rijk versierd. In de gevels werd het trotse bezit van bestuurders en kooplieden gemetseld. Op portretten, schutterstukken, stadsgezichten werd de macht geëtaleerd. Deze geschiedenis heeft een erfenis achtergelaten in onze stad. Groots, zichtbaar in de historische grachtengordel en de rijkdom van kunst. Veel minder zichtbaar en lang genegeerd in de uitbuiting toen en de ongelijkheid van nu. De stadsbestuurders en regenten die destijds uit winstbejag en machtshonger deelnamen aan de handel in tot slaafgemaakte, verankerden daarmee ook een systeem van onderdrukking op basis van huidskleur en ras. Het verleden waaruit onze stad ook nu nog haar onmiskenbare handelsgeest put, is dan ook ondeelbaar met het hardnekkige en nog altijd woekerende racisme. Langzamerhand wordt onze geschiedschrijving, het zicht op onze erfenis, meer compleet. En dat danken wij aan de velen die in slavernij leefden en aan hun kinderen en kindskinderen die weigerden om alleen slachtoffer te zijn. Die zich niet lieten breken, die verzet pleegden. Het zijn de helden van toen. Baron, Boni, Jolicoeur, Tula. Toen en nu zijn mensen altijd in verzet geweest. In West, in Oost en hier. Met moed en vastberadenheid hebben zij hun stemmen gebruikt. Luider, luider zijn zij nooit verstomd totdat ze werkelijk
werden gehoord. En onder hen de vele wetenschappers, activisten, kunstenaars, die in de archieven, in musea, in voorstellingen achterstallig onderhoud aan de collectieve herinnering van onze stad hebben gepleegd. Dat werk is niet af. Maar het is nu tijd voor het stadsbestuur om conclusies te trekken. Het is tijd om het grote onrecht van de koloniale slavernij te metselen in de identiteit van onze stad. Met een ruimhartige en onvoorwaardelijke erkenning. Omdat wij een overheid willen zijn van diegenen bij wie het verleden pijn doet en voor wie de doorwerking van dat verleden een last is. Een overheid voor alle Amsterdammers. In 2019 nam de meerderheid van onze gemeenteraad het initiatief om de Amsterdamse betrokkenheid bij de commerciële koloniale slavernij te onderzoeken. Dat onderzoek toont aan dat die betrokkenheid vanaf het einde van de 16e eeuw tot ver in de 19e eeuw direct, wereldwijd, grootschalig, veelzijdig en langdurig was. Geen enkele nu levende Amsterdammer heeft schuld aan dat verleden. Maar als bestuur nemen wij wel onze verantwoordelijkheid hiervoor. Dit stadsbestuur staat in een niet onderbroken lijn met het bestuur van haar voorgangers. Ook met dirigenten en burgemeesters wier handelen wij verafschuwen. Wij streven naar een rechtvaardige omgang met onze geschiedenis. Verzoening rond een gedeeld verleden maakt ruimte voor onze gezamenlijke toekomst. Voor de actieve betrokkenheid van het Amsterdamse stadsbestuur bij het commerciële systeem van koloniale slavernij en de wereldwijde handel in tot slaafgemaakte bied ik namens het college van burgemeester en wethouders excuses aan.